Het is zaterdagavond 28 maart en ik sta hier in het topsportcentrum van Almere. En hier achter mij gaat over 10 minuten beginnen de bekerfinale tussen ProBuild Lions en Rennes Binnenland uit Barendrecht. Zo'n 200 supporters zijn meegereisd uit Landsmeer en die gaan hun ploeg aanmoedigen. En over zo'n kleine 1 uur en 3 kwartier weten we of ProBuild Lions bekerkampioen is of niet. Maar wij gaan ervoor. Kijkt u mee? Kleine beker. Ja, wat moet ik zeggen? Nou, wat moet je zeggen? Hoe is het gegaan vandaag? Vol met spanning vandaag? Nou ja, dat weet ik niet. Maar het is sowieso een andere omgeving natuurlijk dan als je thuis speelt. De lichten zijn anders, het veld is anders. Dus ja, we speelden niet echt best vandaag, maar buiten hadden we toch gewonnen. Ja. Was Binnenland verrassend sterk? Nou, misschien hebben we ze iets onderschat, maar ja, zij speelden gewoon vrij uit en de druk ligt toch bij ons. Ik bedoel, wij hebben vorig jaar de wedstrijd gewonnen en nu verwacht iedereen natuurlijk dat wij ook winnen omdat we tweede staan in de competitie en hun kunnen gewoon vrij uit spelen. En dan zie je wel waar het eindigt. En, ja. Heb je enig moment getwijfeld? Nee. Op zich hadden we de wedstrijd wel redelijk onder controle. En elke keer als ze dichterbij kwamen, dan maakten we weer wat extra punten. Waardoor ze nooit echt de voorsprong konden overnemen. Dus. En hoe voelt het nou zo met die beker? Neem je mee straks mee naar huis? Nee, ik denk dat hij bij de club blijft. Ik zou hem best mee willen nemen, maar hij blijft gewoon bij de club staan. Dit smaakt naar meer? Altijd. Ja. Ik heb er nu 3, dus het is nooit genoeg. Oké, nou veel plezier vandaag nog. Ja, dankjewel. Dwight van West, gefeliciteerd. 80-74. Ja, het staat nog op het bord. Maar ja, wat zal ik zeggen? Het was een finale en dat kon je aan alles merken. Waarschijnlijk toch de spanning die er in de lijven zat. En als je het mij vraagt, was het niet een grootse wedstrijd. Maar ja, we hebben die beker, dus ik ben blij voor die meiden. Ja. Je zegt het al, het was een moeilijke wedstrijd. Binnenland bleef heel goed bij. Hoe is dat te verklaren?
Nou, ik denk dat dat toch een van de onvoorspelbare dingen is, sowieso van sport. Maar vooral met het spelen van een finale. Het zijn wedstrijden die op zichzelf staan. En ik denk dat je daar ja, nooit vooraf kan tekenen voor een makkelijke of een moeilijke wedstrijd. Die wedstrijden zijn echt hele speciale wedstrijden. Dat is eens te meer gebleken. Ja. Op een bepaald moment werd het 72-70. En toen? Toen, ja. Nou ja, dan probeer je rustig te blijven. En dan probeer je toch vooral te blijven coachen. En de instructies meegeven. Hopende dat ja, de belangrijke spelers dus toch de juiste beslissingen zullen blijven nemen. Gelukkig is het nu wel goed uitgepakt. Maar nogmaals, het had ook de andere kant op kunnen vallen. Twee wedstrijden aan het roer gestaan. Twee keer succesvol. Nou ja, het is niet mijn verdienste. Het is de verdienste van de hele coachingstaf. Ik bedoel, Laki Lagner, we hebben samen de blauwdruk gelegd voor alles wat we dit seizoen proberen te bereiken. En ja, ik vind het ontzettend jammer dat hij dit zelf niet mee mag maken vanaf de kant. Maar laten we zeggen dat het een gezamenlijke inspanning is. En dat uiteindelijk die meiden het toch moeten doen op het veld. Mooi gezegd. Gefeliciteerd en veel plezier vanavond. Dankjewel. Ja, dat was Probot Lions in de finale. Een spetterende finale. Niet zozeer qua spel, maar wel qua spanning. Het werd op een paar moment nog 72-70 met nog een paar minuten te spelen. Maar uiteindelijk, Probot Lions die won. 80-74, de prijs is binnen op Nalansmeer, want daar gaan ze nog feesten. Oh. Probot Lions!